Wat zullen jullie hier vanmorgen aan het doen? Vandaag begint één man begint een hongerstaking. Vandaag. En hoe lang denken jullie dat vol te gaan houden? Nou, wij willen dat eigenlijk gewoon net zo lang volhouden. Totdat onze eisen eigenlijk ingewilligd zijn. Wij willen dus gewoon nu garanties hebben en afspraken maken. En geen loze toezeggingen meer krijgen. Wij blijven hier net zo lang staan totdat onze eisen zijn ingewilligd. Wat zijn die eisen? Nou, gas terug bijvoorbeeld. We willen een heropening, eenzijdig gesloten dossier. Een snellere afhandeling van de dossiers. Een fonds voor proceskosten, mijnbouwschade. We willen onze mensenrechten willen we terug. Echte zeggenschap over ons haven en goed. Gedupeerden moeten zelf kunnen aangeven welke case manager er wel of niet bij hun over de vloer komen. Stoppen met traineren en kleineren. Een ruimhartige uitkoopregeling. Perspectief voor Groningen. Zelfbeschikkingsrecht. Deelstaat Groningen. Dat is wat wij willen. Dat zijn onze eisen. En denken jullie dat te bereiken met deze hongerstaking? Nou, ja. Ja, want wij gaan gewoon hier blijven. Dus, en we gaan mensen oproepen om zich aan te sluiten bij dit kamp. Want wij gaan hier gewoon permanent, willen we hier gewoon blijven. Bewust gekozen voor deze plek tegenover Centrum Veilig Wonen in Appingedam? Ja, bewust gekozen, ja. Want dat is eigenlijk het orgaan, het Centrum Veilig Wonen. Dat is het orgaan wat eigenlijk de mensen gewoon in de ellende stort. Omdat het een stroperige, bureaucratische instituut is wat gewoon... vorig jaar en het jaar daarvoor ongeveer 4,3 miljoen winst heeft gemaakt. En dat is dus allemaal in de aandeelhouders hun zakken gegaan. En het geld is gewoon nog steeds niet waar het moet zijn.